looking at OSCAR, the first human modular prototype that is able to live in various setups. Je weet precies hoe laat het is. Een nieuwe aflevering van Eva La Futura. Ik ben op het Spui in Den Haag. En achter me, daar zo, ik heb weer geen handen. Ik heb weer handen tekort. Is het filmhuis. En daar gaat vanavond iets heel bijzonders gebeuren. Want we gaan kennis maken met Oscar. En Oscar, dat is een poppetje. Oscar is ook een levend wezentje wat eigenlijk helemaal niet hoort te leven. Hij is namelijk gemaakt. Het zijn allemaal losse modules aan elkaar gekoppeld en het hele ding is een project van Floris Kijk. Waarom? Die vraag kan ik niet heel goed beantwoorden, maar wel had ik heel lang het idee in mijn hoofd om een science fiction verhaal te gaan vertellen over het creëren van leven in het laboratorium. Ik ben eerst 1,5 jaar bezig geweest om te zoeken naar een verhaal of logica. Waardoor het niet alleen maar dat creëren van leven in het lab is, maar dat het ook een soort van belofte voor ons als mensheid in zich zou hebben. Dat is misschien het onsterfelijk worden. The human body is a biological device. An outdated device. If diseased, there's usually one organ spreading the problem. The rest is working fine, but gets needlessly affected. Every day, millions of people suffer from dysfunctioning body parts, because they get infected or decayed. Simply because the human body is a closed system. Not evolved to last. Already, quite some institutes are printing organs with human cells. They all focus on creating identical copies to use as spare parts. We want to use this opportunity not to maintain, but to redefine mankind. Druk joh, echt iedereen heeft gewoon zin om dat kleine wezentje te zien bewegen. Maar ze weten dus allemaal niet dat het nep is. We're looking at Oscar, the first human modular prototype that is able to live in various setups. I'm going to connect the brain to the heart module. To activate the blood circulation. Now, the lung is going to start breathing. You can see both organs are now collaborating. Wat vond je van dit? Ja, leuk. Heel interessant. Was je erin getrapt? Nee, ik wist het al. Wat moeten we er nou mee? Nou, over nadenken. Zoals ik het met Oscar heb gepresenteerd, zo'n soort van een wezen wat bestaat uit modules. Ik denk dat het in de werkelijkheid nooit daar naartoe zal gaan. Maar ik vind het, dat is het leuke ook van kunst. En daarom ben ik een kunstenaar en geen wetenschapper. Dat ik probeer verder te denken dan de functionele kanten van al die, van die wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik sprak net een paar mensen die uit je lezing kwamen en die zeiden ook... Dit is echt de taak van kunst, om je over dingen na te laten denken voordat die situatie echt realiteit is. Dit is trouwens ook volgens mij juist waar kunst echt een hele grote rol kan spelen. Combining art and science is open for so much topics and discussions. I really don't think we should be like or work to be immortal. I think whenever something happens in life you should just accept it as... I don't know if you want to call it your destiny, but I'm not really for trying as much as possible to live longer and longer. So who wants to live forever? I don't mind living forever. But it will be without her. Because I won't. Yeah. We'll have to go apart. No, don't go apart. Thanks, guys. Thank you. Bye. Buiten alle officiële laboratoria van universiteiten... heb je dus ook zo'n beweging die is gaande in de, dat heette de biohackers. En dat zijn mensen die een laboratorium bouwen met tweedehands apparatuur via eBay. En dat wordt ook steeds allemaal geavanceerd. Dus er komt een keer een moment waarop geen rekening meer hoeft te worden gehouden met al die ethische commissies van de universiteit. En dat mensen echt dit soort vreemde gedachtenkronkels misschien in de werkelijkheid of in de realiteit kunnen. Nou ja, sterker nog, misschien ziet over 50 jaar wel iemand... de modular body, gemaakt door Floris. En wordt dat dus realiteit omdat jij dit nu zo bedacht hebt?
natuurlijk nu niet door dat ik haar aan het filmen ben. Het is ook wel grappig dat je dus met zo'n virtual reality bril totaal verdwijnt uit de omgeving waar je nu bent. Dat komt de volgende keer.